Straalstroom 1. We gaan verklaren hoe een straalstroom ontstaat. Eens even kijken. Ik heb twee circulatiecellen. Eén vanuit het noorden die is koud, vanuit het zuiden die is warm. Dat is een doorsnede. En dit stuk hier noemen we de frontale zone. Dat is waar ze botsen. Als we dan kijken naar de drukken. En zit hier bijvoorbeeld 990 hectopascal. En bij die warme, iets met convectie, warme lucht stijgt op, krijgen we dit. Dus dan zal die isobar ietsjes hoger liggen. Maar op nog veel grotere hoogte is dat verschil veel groter. Dus stel je voor, je zit hier op 300 hectopascal. Dan zal op deze hoogte het drukverschil heel groot zijn. En precies dat drukverschil zorgt er juist voor dat ik een hele grote geostrofische wind heb. Dus een dp groot, daaruit volgt gradiëntkracht groot, de aarde draait ook nog eens rond, dus uiteindelijk, kun je in de vorige video zien, geostrofisch groot. Nou, even kijken, wat is een beetje een hoogte? Dit zal zo ongeveer op een hoogte van 7 tot 10 kilometer zijn. En dan zul je juist op zo'n stukje, zal dan een soort van tunnel komen. Een soort van tunnel van lucht waarbij die wind gaat stromen. Dan zal hij dus het papier ingaan. Dus hier. Straalstroom. Papier in. En dat betekent dus altijd van west naar oost lopen ze. Nou, kleine toevoeging. Er zijn verschillende soorten straalstromen. Nou, eens even kijken. We kunnen hier tekenen. Als dit de aarde is, zitten we natuurlijk precies op die doorsnedes van de circulatiecellen. Op de 30 graden zit de subtropische straalstroom. Hebben wij niet zoveel mee te maken. En hier op die 60 graden, daar zit de polaire straalstroom. En die, omdat die, daar gaan we het volgende filmpje naar kijken, omdat die gaat golven, die straalstroom, zal die dus soms ook dwars over ons heen lopen. Mooi. Zo kunnen we het verklaren. Komt door grote drukverschillen, door dat verschil in koud en warm. Hier is de dichtheid groter, dus dan is de druk op lagere hoogte groter dan hier. Dus ik heb hier een groot drukverschil en die zorgt dus voor grotere gradiëntkracht en een grote geostrofische windsnelheid.